Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hartelijk welkom bij deze speciale uitzending over de aanslagen van 9/11. 13 jaar geleden vlogen volgens officiële berichten van de VS-regering 3 vliegtuigen op belangrijke civiele en militaire gebouwen in de VS. Een 4e vliegtuig is in Pennsylvania neergestort. De beelden van deze gebeurtenis verschenen binnen enkele uren wereldwijd in de huiskamers van miljarden gezinnen. Beelden die bij vele mensen nog steeds angst en schrik uitlokken. Dat het zich bij deze aanslagen echter om daden van de eigen regering handelt, is al lang geen geheim meer. Vele burgers, vooral uit de VS, geloven de officiële berichten niet meer, vooral omwille van de bewijskrachtige tegenargumenten en de tegenstemmen. Zo heeft ook John Lear, een toenmalige piloot van de CIA, in een betrouwbare, beëdigde verklaring bewezen dat de officiële uiteenzetting van de botsing van de beide verkeersvliegtuigen met het World Trade Center natuurkundig onmogelijk zou zijn. Een echte Boeing 767 zou bij een botsing in elkaar beginnen te schuiven. De motoren zouden bij de botsing tegen de 34 centimeter dikke staalzuilen hun algemene vorm behouden en zouden ofwel op de grond gestort zijn of in de puinhopen van de ingestorte gebouwen geborgen worden, aldus John Lear. Zijn verklaring steunt de beschuldigingen tegen de Amerikaanse regering dat het om een geplande ontploffing ging. Dit is intussen wetenschappelijk gefundeerd in talrijke documenten die u gemakkelijk op internet of YouTube kunt vinden. Bovendien stelt zich voor vele voorlichtingsorganisaties de vraag waarom gebouw nummer 7 van het World Trade Center blijkbaar zonder inwerking van buitenaf instortte. In het officieel rapport van de 9/11-commissie dat 2004 uitgegeven werd, werd dit gebouw gewoonweg niet vermeld. Waarom wordt hier van de media, met als voortrekkers de Amerikaanse en Britse zender CNN en BBC, bewust een misleidende, dus op leugen gebouwde verslaggeving gedaan? De gekende Amerikaanse journalist William Dean A. Garner heeft in een jarenlang onderzoek ontdekt dat wereldwijd bijna alle nationale banken door 1 enkele privéfamilie gecontroleerd worden. Voor de aanslagen van 11 september waren het, zoals aangetoond is, 7 landen wiens nationale banken niet door deze families gecontroleerd werden. Afghanistan, Irak, Sudan, Libië, Cuba, Noord-Korea en Iran. Slechts enkele dagen na de aanslag op het World Trade Center werd in Camp Davis, Maryland, USA, besloten om een groot deel van de voorgemelde landen aan te vallen. Of anders gezegd, op basis van deze gebeurtenis kon in Camp Davis het besluit genomen worden een groot deel van deze landen aan te vallen. Want het is eveneens bewezen dat de VS-regering de invasie van Afghanistan en de aanval op Irak reeds voor de aanslagen van 9/11 gepland heeft. Toch was er een overtuigd argument nodig om de steun van de Amerikaanse bevolking en de westerse wereld hiervoor te krijgen. Op 11 september werd in dit argument ruimschoots voorzien vanwege de toen ontstane angst van de bevolking voor de islam en het daarmee gepaardgaande terrorisme. We kijken samenvattend terug. In 2001 zijn de VS in Afghanistan binnengetrokken en in 2003 in Irak. In 2003 werd zowel in Afghanistan als in Irak de Nationale Bank door de Rothschild-familie overgenomen. Sinds 2003 kwam het tot voortdurende conflicten tussen de regering en de rebellen in Sudan. De Centrale Bank van Sudan werd in 2011 eveneens door de Rothschild overgenomen. In 2011 is men tegen Libië opgetreden. Terwijl het land nog door oorlog werd opgeschrikt, werd een door Rothschild gecontroleerde nationale bank opgericht. In 2005 werd speciaal een steuncommissie voor een vrij Cuba door het Witte Huis opgericht. Dit overheidsorgaan coördineert het werk tegen de Cubaanse regering. Alleen al in het jaar 2006 werden in de VS-begroting $15 miljoen voorzien om delen van de Cubaanse oppositie te steunen. Begin 2013 heeft de UNO verscherpte sancties tegen Noord-Korea ingevoerd.
Bovendien hebben de Verenigde Staten aangekondigd nieuwe raketafweerstations op de Pacific-eilanden op te richten om een mogelijke aanval van Noord-Korea te kunnen afweren. Tegen Iran wordt reeds sinds jaren een grote mediaoorlog verricht. Zo publiceren onze mainstream media voortdurend dat Iran binnen een jaar zeker atoomwapens zou bouwen en dit reeds sinds enkele jaren. Dat klinkt bekend. Ook in de oorlog tegen Iran werd in alle kranten gepubliceerd dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten. Wat echter een leugen was, zoals het na de oorlog bleek. Ook Iran, naast Cuba en Noord-Korea, is één van de landen in wiens centrale bank nog niet onder de controle van de familie Rothschild is. Deze familie heeft met de steun van de VS de NATO-strijdkrachten en de mediaberichtgeving kunnen bereiken dat een groot deel van de nationale banken werd overgenomen. Voor 11 september stonden deze nog niet onder hun controle. Met behulp van de media, die bovengenoemde oorlog ophitsers één te meer voor hun doelen gebruiken, lijkt zich de geschiedenis nu 13 jaar later te herhalen. In 2001 waren de aanslagen van 9/11 aanleiding tot angst voor de terreur en de islam. Nu gebruikt men de IS-militie. Bovendien wordt Rusland nu als vijand in alle Europese hoofden verankerd. Om een hierin beter inzicht te krijgen, raden wij u aan om onze uitzendingen rond het thema Oekraïne en de speciale uitzending Hoe functioneren moderne oorlogen te bekijken. Omdat de media ons niet de waarheid bericht over de Oekraïne-crisis, nog over de IS-milities, bevorderen de mainstream media juist op deze manier de Europese publieke toestemming tot VS-luchtaanvallen tegen Syrië. Zo bevorderen ze ook de bereidheid van het Europese volk tot oorlog tegen de zogenaamd boze agressor Rusland. Tot nu toe is die bereidheid er nog niet. Wij nodigen u uit om erover na te denken. Blijf daarvoor de ongecensureerde berichtgeving van Klagemauer TV volgen. Voor de herdenkingsdag van 9/11 vindt u in onze rubriek Vorming Ongecensureerd twee films van Frank Höfer in het Duits die zich eveneens met deze thematiek uiteenzetten. Oorlogsbelofte 1 werd in 2009 en Oorlogsbelofte 2 in het jaar 2012 geproduceerd. Beide films hebben echter niets aan actualiteit verloren. Integendeel, ze verklaren ook de actuele gebeurtenissen van het heden. Graag tot ziens. Auf Wiedersehen.